Juist in deze onzekere tijden is het belangrijk om elkaar te blijven ontmoeten, te informeren en te inspireren over hoe we het morgen slimmer en beter kunnen doen. Welkom bij de livecast van Pakhuis De Zwijger. Welkom bij de 10e editie van Uncovering Creatives. Mijn naam is Jurgen Tjonnefong en ik ben jullie moderator bij dit programma. In alle uithoeken van de stad bruist het van creatieve makers. Wie zijn de makers die indruk maken? Wie zijn de frontrunners die hun stempel drukken op de creatieve scene van Amsterdam? En omstreken natuurlijk. Nou, tijdens Uncovering Creatives nodigen we creatieven uit om over hun werk te praten, hun ervaringen, hun kennis met ons te delen en wordt er gesproken over de creatieve identiteit, ondernemerschap en ook maatschappelijke thema's. Vandaag gaan we een uur lang praten met Wesley Texel, also known as DJ Waxfiend, en met Diewertje Heuvelings. Diewertje, welkom. Jij bent hier bij mij in de studio. Dank je wel. We hebben wel opeens een unieke situatie dat tijdens deze coronacrisis natuurlijk er verschillende vormen zijn waarop de dingen anders zijn dan we ze gewend zijn. En ook vandaag gaat het anders. Want Wesley is bij ons, alleen niet live, maar via de Zoom. Welkom, fijn dat je er bent. Yes, thanks. Tof dat ik er zo kan zijn, man. Ja, ik had me dit programma heel anders voorgesteld. Even de administratie uit de weg ruimen. Hoe voel je je? Hoe gaat het met je? Ja, het gaat oké. Ik voel me griepig. Sinds gisteren was ik gewoon non-stop aan het niezen, hoesten, hoofdpijn. Het gaat vandaag al wat beter. Ja. Maar de 17 stories, ik heb me gisteren getest, maar nog geen uitslag binnen. Dus blij dat dit kan, dat technologie ons dit laat doen. Maar. Nou, ik vind het heel fijn dat je toch aanwezig bent en het programma door kunnen laten gaan. We gaan het hebben over ondernemerschap, we gaan het hebben over muziek. Want muziek is het grote thema hier vandaag. Wesley, als ik met jou mag beginnen. Je hebt Jamrock opgezet, avonden waarbij dancehall centraal staat. Maar als we helemaal teruggaan, waar is bij jou de liefde voor muziek begonnen? Moeilijk om te zeggen, maar ik denk gewoon als kind, vroeger op MTV... waren gewoon bepaalde tracks die me aanspraken en waar ik gewoon heel hard op ging. Dus vanaf toen heeft het een beetje gepakt. Oh, dit is wel fucking raar om mijn foto heel groot nu daar te zien. Je ziet jezelf nu in beeld. Wij zien het hier op de achtergrond, maar jij ziet jezelf meer dan levensgroot thuis. Naar wat voor muziek luisterden je ouders en heeft dat invloed gehad op uiteindelijk de muziek? Mijn ouders die luisterden naar Whitney Houston, Celine Dion, Juan Luis Guerra. Een beetje best wel standaard stuff. Eigenlijk mijn eerste, voordat ik naar hip-hop begon te luisteren, luisterde ik eerst naar Gabberhaus. Ik luisterde echt naar Thunderdome, Hellraiser, dat soort shit. Serieus? Nou heb ik alleen maar dat geluisterd. En ging je ook naar dat soort feesten? Totaal tegenovergestelde van mijn ouders deden of zo. Misschien was het daarom. En ging je ook naar Gabberfeesten uiteindelijk, of niet? Nee, ik was te jong, man. Ik zat echt een beetje of zo. En ik heb ook een beetje opgehouden dat eigenlijk toen... Want het was niet helemaal correct, ben ik later achterkomen, maar er ging toen een soort van... Het ging rond, was sentiment dat de Gabbers, die best wel veel leken op skinheads en niet zo goed hadden op mensen als mij, dus toen had ik ook weer een soort afkeer gekregen van die muziek. Mm. Hip-hop was er altijd wel een soort van een beetje bij, maar daar ben ik helemaal in gedoken. Ja. Op een gegeven moment ben je ook gaan draaien. Wat heeft je doen besluiten om op een gegeven moment achter die draaitafels te gaan staan? Ik denk dat hip-hop een genre is waar je heel moeilijk, waar je heel moeilijk passief mee bezig gaat zijn. Dus op school, dat is een middelbare school toen, de ene begon met rappen, de andere was bezig met graffiti, de andere waren dansen en Ik was een beetje bezig met beats maken op dat oude computer die je achter in het hoekje zag. En dat klopt wel gaan weten. Maar ik was ook heel veel bezig met radioshows te luisteren. En vanuit die radioshows en tracks die ik opnam van de radio, mijn eigen mixtapes te maken door die aan elkaar te knippen met skits die ik weer opnam van tv. En zo'n soort van geheel daar zelf van te maken met cassettebandjes. Ja. En dat is gewoon uitgegroeid naar DJ-sets eigenlijk. En uit de liefde voor wat ik DJ's op de radio hoorde doen, wou ik gewoon weten hoe ze dat in elkaar en hoe doe je dat? Waren de early days van internet, dus je kon wel wat vinden, niet zoveel als nu. Maar zo eigenlijk mezelf dat geleerd en veel bij platenzaken losgaan en leren van de DJ's die daar werkten. Ja, en de hip-hop gaat natuurlijk over meer dan muziek, het is ook eigenlijk een hele lifestyle. Voelde je ook verbonden met die lifestyle die je kende waarschijnlijk uit Amerika? Helemaal. Ik bedoel, de kleding die ik droeg, nog steeds dragen, dat kon je niet gewoon bij de CNA kopen, zeg maar. Dus daar ging je in mee en... Ik heb zelf nooit graffiti gespoten, maar ik wil mee met vrienden die dat wel deden. Dus je gaat gewoon, het is een cultuur en al die dingen hebben verband met elkaar en iedereen heeft zijn eigen manier om zich te uiten. En het is heel mooi dat je binnen die cultuur iets kan vinden wat jouw creativiteit
jouw specifieke creativiteit waar je kan ontplooien en kan ontwikkelen. Hmm. Dat, wat zijn die iconen uit die tijd, uit die beginperiode voor jou, die je nog steeds een warm hart toedraagt? Ja, toen ik begon, dus toen ik er echt mee begon, toen was wat groot was Jay-Z was on the come up, Foxy Brown was groot, in R&B had je Blackstreet en dat soort stuff. Maar ik zette me daar een beetje tegenaf op dat moment. Hmm. En ik was heel erg bezig met Pete Rock, met Gangstar, met Diamond D, DITC, Dilated People. Dus het was meer een beetje die underground vibe. En Rockers Rockets kwam niet heel lang daarna. Dat vond ik zelf heel tof. En toen zat ik op de middelbare school. En ik kan je bedenken dat als je dan op een schoolfeestje staat te draaien, en het was de tijd dat Puff Daddy, zeg maar, heel Diana Ross album samplede en dat uitbracht. Niemand, en vooral de vrouwen, vonden het niet zo leuk als ik ging draaien. Want ik wil alleen maar een soort van gekke boombap, underground hip-hop shit draaien. Dat viel niet zo goed. Ja. Maar toen ontdekte ik ook reggae en dancehall. En vooral dancehall sprak me heel erg aan. Het had iets rauws, maar het was ook toch wel dansbaar. En het is een soort van iets unieks waar ik toen helemaal in ben gegaan. Ja, die dansen... De slaapkamer bij mijn ouders thuis trouwens. Gewoon de slaapkamer bij je ouders thuis. Hoe oud was je hier? Ik weet niet, 17 of zo? Ja. Die underground hip-hop kenmerkt zich ook door een groot sociaal-maatschappelijk engagement. Vond je dat ook belangrijk, dat je dus sociaal betrokken bent of maatschappelijk betrokken bent en daar muziek voor gebruikt om dat over te brengen? Ja, het sprak me wel aan, maar eigenlijk ben ik pas later gaan beseffen dat me aansprak in de muziek. Op dat moment vond ik het tof en ik vond waar Talib Kweli en Mos Def over hebt, ik vond het dood, maar het was niet per se dat ik het alleen daarom checkte. En ik checkte behalve dat, checkte ik ook nog wel gewoon Master P en Silver the Shocker en dat soort ignorant shit. Dus het was een soort van balans die dat... En ik vond het mooi te horen waar ze over spraken. En dat heeft dus wel iets met me gedaan. Maar op die leeftijd was ik me niet echt bewust van. Ja. Je had het net ook over danshal. En dat is natuurlijk waar Jamrock, die clubavond, eigenlijk omheen gebouwd is. En ontzettend populair is. We hebben daar volgens mij beelden van uit de beginperiode. Waarom voelde je aan, of wat was het waardoor je aanvoelde dat een stroming was die hier ook aan zou kunnen slaan? Want het had nog helemaal geen podium in die tijd. Het was er wel hoor. Je had in de Melkweg had je een evenement, dat heette Soundclash en Knockout. Die was op een gegeven moment ook met dansen gegaan. Maar het was allemaal best wel stoffig. En die beelden die je hierachter ziet, dat is Bezeelbaar. Een kleine bar op Leidseplein waar 200 mannen in gaan. Ja, daar ben je begonnen toch? Ja, daar is het begonnen. En ik voelde heel erg van, hier is een markt voor. We hebben in Nederland vergeleken met de rest van Europa best wel veel mensen met een etniciteit waar de Caribische landen, de ouders komen van het Caribische landen. Dus het zit ook best wel... Het zat erin en ik draaide toen veel op bij, for lack of a better word, op urban feestjes. En ik merkte gewoon dat dansen er heel goed aansloeg, maar het bleef bij dezelfde drie tracks die ik draaide. En er was veel meer. En ik was veel meer aan het ontdekken. Dus ik voelde gewoon, en dat is eigenlijk altijd bij mij geweest, ik voelde gewoon een soort van urge om wat ik aan het ontdekken was met andere mensen te delen. Ja. En eigen evenement, zoals Jamrock, een radioshow, toen de tijd op Blijf 5. Dat is de ideale manier geweest om, en dat is die radioshow bij Blijf 5, om dat virus te gaan verspreiden. Ja. En dat werkt heel goed. Elke dinsdag zat dat barretje op Leidseplein propvol. Ja. De grote artiesten uit Jamaica hebben daar op de bar staan optreden. Het was echt een dope tijd. Ja, en hoe heb je nou die liefde voor de muziek eigenlijk gecombineerd met ondernemerschap? Want het organiseren van dit soort clubavonden hangt natuurlijk ook samen met ondernemerschap. Is dat iets dat bekend voor je was of moest je dat gaandeweg ontdekken? Ja, het zat er wel altijd een beetje in of zo. Want ik heb mijn draaitafels... Zeg maar, voordat ik draaide en mijn eigen mixtapes maakte, was ik eigenlijk gewoon een soort van bootlegger. Wat was je? Een bootlegger. Oh, ja. Ik huurde cd's bij de CDT. Ja. Die kopieerde ik en had ik een lijst met ongeveer 5 A4'tjes met alle populaire albums van het moment. En dat je op school langs en die verkocht ik. En vervolgens had ik gewoon een team op verschillende scholen die dat verkocht. En ik bracht cd's naar de ene verkoper op die school die weer doorverkocht. En dat netwerk ging toen inzetten om mijn eigen mixtapes te maken. Maar om het apparatuur te kopen om die mixtapes te maken, heb ik eerst die illegale cd's verkocht. En met die cd's heb ik geld gemaakt om die draaitafels te kopen. Ja. En vervolgens ging de cd's verkopen en dan kwam de DJ-boeking uit. En uit dat geld, daaruit kwam weer wat money binnen, dat ik weer kon investeren in mijn eigen evenementen. Ja. En dat heb ik eerst zelf geprobeerd, maar ik zag al snel in dat ik daar veel meer over moest leren. Mm-hmm. En ik werd toen veel door Jerry van de Party Squad onder mijn vleugel genomen en nam me mee naar boekingen, et cetera. En hij is echt, als het gaat om business instinct, was hij heel scherp toen de tijd al. Hij zag vlak ver voor de hype al in hoe groot het is. Uh-huh. En eigenlijk samen met hun ben ik toen Jamrock gestart. En heel veel geleerd over het organiseren van evenementen en hoe het in elkaar zit van Jerry eigenlijk ook. Ja. En nu, ja, we weten allemaal dat die coronacrisis hard heeft toegeslagen, vooral in het nachtleven. Alles ligt nu stil.
Welke projecten en mogelijkheden zie jij als ondernemer om toch nog geld te verdienen? Om toch nog die muziek aan de man te brengen? Nou, één ding wat ik... Het gebeurt geen geld in het laadje, maar één ding wat ik zelf heel tof vind is mixtapes maken. En in het begin van corona had ik een soort van beeld in mijn hoofd dat mensen misschien nu aandachtiger en anders naar muziek gaan luisteren. Dus dat vond ik het perfect moment om meer mixtapes te gaan maken, wat ik ook ben gaan doen. En ik ben wel echt super blessed met een engeltje op mijn schouder die elke keer precies op het juiste moment zorgt dat er iets op mijn pad komt wat ik nodig heb. Maar ik ben in maart begonnen als programmeur bij de Paradiso, die op de achtergrond staat. Ja, dus daar ben ik gewoon druk mee bezig om zaadjes te planten voor concepten in het nachtleven die na corona moeten gaan bloeien. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Want inderdaad, we hopen allemaal dat die crisis op een gegeven moment voorbij is en dat dat vaccin werkt en dat we gewoon overal weer naartoe mogen gaan wanneer we dat willen. Maar op welke termijn ben je bezig met dit soort plannen? Het is allemaal best wel natte vingerwerk, man. Maar ik hoop, ga uit van september. En ik denk dat festivals eerder kunnen gaan beginnen dan clubs. Omdat het in de open lucht is. Dat is my guess. Ja. Dus ik hoop dat we na de zomer 21 weer wat kunnen in de clubs. Ja. Het is natuurlijk wel super lastig, want concerten, we hebben best wel wat seeded concerten gedaan in de Paradiso ook. En het is een hele andere vibe. En bij sommige artiesten schaadt het niet heel erg. Andere artiesten kan je echt totaal niet zittend beleven. Ja, ja. Maar nachtleven, daar is gewoon geen andere oplossing voor. Je wil gewoon met z'n allen tegen elkaar aanschuren. Tegen elkaar aanschuren, dat is waar Jamrock op gebouwd is. De basis en de oorsprong van Jamrock. Laatste vraag voordat ik naar Diewertje overga. Vrij snel ben je internationaal gaan werken. En een van de landen waar je voor het eerst geboekt was, heb ik begrepen, was Duitsland. Dus je eerste DJ-carrière in Duitsland. Je bent er helemaal klaar voor. Kan je vertellen hoe dat was? En ook hoe je ontvangen werd en waar je moest verblijven vervolgens? Ja, dat was in Leipzig, in Oost-Duitsland. Waar er geen flauw idee waar naartoe ging. Ik wist niet eens dat ze in Duitsland echt... Ja, ik wist wel dat ze in Duitsland een reggae-cultuur hadden trouwens. Want ik bestelde platen vandaar. Maar ik had het nooit meegemaakt. Wij gingen daar naartoe. We kwamen aan in wat ik niet gewend was. In een best wel soort van alternatieve, hippie-achtige omgeving. En we kwamen in een hotel. Wat ons gewoon helemaal liet herinneren. Dat was dit hotel. Aan die film Hostel. Dus in plaats van... De gang van Hostel, van die film. Dus dit is waar ik en die MC en de guy die mee was moesten gaan slapen. En dat was de allereerste keer dat het in het buitenland draaide. Toen was Jamrock nog een jaartje bezig. Dat was in 2006 of zoiets. 2005. En het was apart, maar het was een dope ervaring. En nadat, omdat dancehall en reggae best wel een niche is en een underground cultuur en het in Nederland niet heel groot was... linkte iedereen in Europa en wereldwijd best wel veel met elkaar via het internet. Dus ja. Dan ga je al best wel snel buiten je land. Ja, en het laatste beeld, en dan ga ik echt naar je duwertje. Dit is een foto uit Japan, als ik het goed begrepen heb. De allereerste keer dat ik in Japan was, de allereerste nacht. En toen werd ik opgehaald door die guys die het organiseerden. Er werd naar een club gebracht die super klein was, ergens op de 7e verdieping van een gebouw. En ik denk net op een sulbar, die hele vibe. Er werd alleen maar dans al gedraaid. De eigenaar was een half Jamaicaanse, half Japanse dude. Die gaf me die grote fles Hennessy. En we gingen backstage een jointje roken. En ik dacht, wow, dit is Japan. I love it. Is dat nou, als je dancehall speelt en draait en je bent op die feesten. In Japan bijvoorbeeld, wat is die vibe daar? Hoe verschilt het met Nederland? Ja, Japan is, kijk, Nederland heeft gewoon zijn eigen vibe. Mensen vinden de muziek doof, maar ze zijn niet zo geïnteresseerd dat ze zich helemaal gaan verdiepen in die cultuur. Dat is in Japan totaal anders. Mensen daar die dat doof vinden, die zijn er helemaal ingedoken. Dus ik moest daar op een dancehallfeest draaien. In Jamaica zijn die dancehallfeesten zijn vaak gewoon op straat. Er rijdt er gewoon een auto langs. En het is niet omdat ze het hebben geregeld. Er moet gewoon iemand naar zijn werk en die rijdt gewoon langs met de auto. Mm. En dat zie je in video's. Nou, ze gaan zo ver in Japan dat ze ook een auto op dat feest hebben die langskomt af en toe. En die hele zwerkende manier van dansen, het is echt gek om te zien hoe ze dat zo helemaal hun eigen hebben gemaakt in Japan. En ze hebben ook één grote soundsystem daar, Mighty Crown, die viert daar elk jaar hun anniversary in een stadion voor 60.000 Japanners die super dancehall fans zijn. Ja. Het was echt een hele grote scene. Het is de afgelopen jaren wel afgenomen, maar het was echt een hele grote scene daar. Ja, te gek. We komen zo direct even bij je terug, maar dankjewel voor nu. Mag ik daar wat over vragen? Natuurlijk. Ben jij ook in Kyoto toen in zo'n reggae bar geweest? Daar ben ik ook geweest. Ja, ik ben daar ook een keer per ongeluk terechtgekomen. Toen dacht ik, waar de fuck ben ik? Waarom? Hoe vond je dat? Ja, omdat je gewoon Japanners met rasta ziet en dergelijke. Die gewoon helemaal inderdaad gewoon doen alsof ze gewoon van Jamaica komen. Het was zo fascinerend. Maar ik vond het wel heel leuk.
Ja. Sowieso is Japan een super fascinerend, interessant land. Ja, absoluut. Diewertje, je bent schrijver. Ja. Voordat je schrijver bent geworden, heb je al een heel leven in de muziekindustrie achter de rug. En een van de droombanen die je had, was samensteller bij Spotify. Ja. Je was de eerste Nederlandse samensteller ook bij Spotify, toch? Voor mij was er een man die daarna de teamleider van Europa is geworden. Dus officieel was hij de eerste, maar hij was eigenlijk alleen maar aangenomen om iemand aan te nemen die dat kon doen, zodat hij er voor de rest van Europa had. A, hoe ben je er terecht gekomen? En B, wat heb je gedaan? En is het inderdaad die droombaan die we allemaal denken dat het is? Ik ben daar terecht gekomen omdat ik heb vanaf mijn 15e heb ik allemaal banen gehad in de muziekindustrie voor niks. Mm. Voor gratis, dus vrijwilligerswerk of stages. Of, ja, gewoon een beetje bij elkaar hosselen. Wat was het in de muziekindustrie dat je trok? Nou, ik wou heel graag in de muziekindustrie werken, want ik was hysterisch fan van hip-hop. Hier zie je hem met Ill Bill van Non-Fiction. Ik was een 15-jarig meisje die daar helemaal lekker op ging. En ik denk dat ik hield gewoon enorm, enorm veel van muziek. En ik vond dat ik niet zoveel van muziek kon houden zonder iets terug te geven. Mijn hele leven bestond uit muziek. En het voelde niet fair om niet dan ook iets te doen waar ik muziek in kon helpen. Mm. Dus toen dacht ik, wat als ik nou gewoon ervoor zorg dat de artiesten die ik tof vind, dat die gewoon geld kunnen verdienen en rond kunnen komen, en dan kunnen meer mensen van die muziek genieten. Ja, ja. Dat was mijn hele bedoeling. En toen ben ik op mijn 18 ben ik media en entertainment management gaan studeren. En toen heb ik wederom dus allemaal die stages gedaan. Toen begon ik op mijn 20e bij een bedrijf dat heet Massive Music. En dat zocht muziek uit voor reclames. Ja. Dus ik mocht beginnende artiesten mocht ik plaatsen onder reclames. En dat was in die tijd, dat was 2010, lag de hele muziekindustrie op zijn gat. Mm-hmm. En verdiende heel weinig mensen geld. Vooral de independent artiesten nauwelijks. Dus toen dacht ik, dit is een manier om geld te verdienen en exposure te krijgen voor die artiesten. Mm-hmm. Werkt het ook zo, toen de tijd? Ja, zeker. Mm. Er zijn wel echt een paar artiesten die op die manier wel echt... In ieder geval, ik had op een gegeven moment een artiest die echt tegen mij zei van, luister, ik heb nu al een ton verdiend dit jaar. Ja, ja. Kun je het volgend jaar overmaken? Want anders is de Belastingdienst nog meer in mijn nek. Ja, 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 ja. Dus en dan denk je wel van, oh ja, dan ben ik wel met iets goeds bezig. Ja, precies. Als nu iemand jou zou bellen en zou zeggen, ik heb 20.000 euro voor je als je in een reclame zit voor Heineken of zo. Ja, dan zeg je ook waarschijnlijk ja. Ook al is het misschien toch? Zou je dat doen? Oh ja. En zou je het ook doen als je... We werken er niet. Ik bedoel... Ja, en die tijd was er echt gewoon geen geld. Ja, ja, ja. Dus iedereen zei ja. Daar schrok ik ook wel van, hoor. Dat ik op een gegeven moment ook wel dacht van... Ja, KFC, ja, Shell, ja. Jullie gaan echt overal ja op zeggen. Ja, maar ja. Ja, dat idealisme is natuurlijk... hoe kan je dat combineren met geld verdienen? En bij Massive was het ook zo, maar dat is een heel ander onderwerp... dat je ook een gedeelte van je auteursrechten af moest staan, toch? Niet bij de tak die ik deed, Massive Talent. Daar moest je je publishing... afstaan. Ja, ja, ja. Dus niet je auteursrecht. Ja. Ja. En toen, dat heb ik 4 jaar gedaan. En dat was eigenlijk heel leuk. Want dat was op dat moment de manier waarvan ik dacht van ja, zo ben ik wel aan het doen wat ik wou doen. En in de tussentijd maakte ik playlists, gewoon voor mezelf op Spotify. En ik deed piratenradio op Radio Patapoe. Ik weet niet of iemand dat kent, nee. Maar dat bestond echt toen al 23 jaar. En ik weet nog hoe ik daar terecht ben gekomen, want ik zat in de auto en ik hoorde opeens schapengeluiden op de radio. En toen dacht ik, what the fuck is dit voor radiozender? En toen belde ik, toen zocht ik het op, zag ik het op Radio Patapoe was. En toen had ik een e-mailadres gevonden. En toen stuurde ik een mailtje van, hey, ik ben Diewertje en ik doe dit en dit en dit. Zo'n hele beleefde e-mail van, zou ik misschien een keer meekomen komen kijken? En dan kan ik kijken of ik in mijn vrije tijd zou kunnen helpen. Mm. En toen zeiden ze, ah joh, wat doe jij nou gek? Kom donderdag, krijg je de sleutel, mag je 2 uur lang... elke donderdag 2 uur lang radio maken. Ik zei, what the fuck? Dus, en dat was dan ergens op een geheime plek, want het was piratenradio. Ja. Maar het was best wel een krakers insteek. En dat heb ik dus 2 jaar lang gedaan. Ja. En niemand luisterde ever, want dat was gewoon, dat was een hele rare. Wat heb je daar uiteindelijk aan gehad? Heb je een soort kennis of een netwerk of wat had je eraan?
Niks, ik vond het gewoon heel leuk. Maar ook uiteindelijk doe je bij Spotify terecht. Want was het dan niet zo dat je makkelijker de niches kon ontdekken of makkelijker je weg kon vinden? Nou, op dat moment, ik heb net zoals Wesley vroeger ook radio altijd thuis gedaan. Maar ik had dan zo'n My First Sony en dan had ik zo'n bandje en dan zette ik een cd op. En dan ging ik dat opnemen en dan ging ik er doorheen praten. Dus dat was gewoon voor mij een manier om als volwassene toch te doen. Mm. En toen ben ik daarmee gestopt omdat ik op een gegeven moment heroïne vond in de studio. Oh, ja. En toen dacht ik, oh ja, ik neem altijd mijn hond mee. Ik hoef niet per se dat mijn hond een overdosis krijgt. Daar heb ik niet zo zin in. Maar dus ik was heel erg veel bezig met allemaal dingen die absoluut helemaal me geen geld verdienden of een netwerk of wat dan ook opbrachten, maar die ik wel heel leuk vond om te doen. En toen Spotify de factuur online stond, toen heb ik me, hoe ik daar terecht ben gekomen is omdat ik mijn cv heb vormgegeven in een Spotify playlist. Dus in plaats van dat ik gewoon een Word document met mijn ervaring heb opgeschreven, heb ik dus de hele Spotify layout heb ik als mijn cv weergegeven of vormgegeven. En toen was dat blijkbaar nog nooit eerder gedaan. Terwijl ik dacht dat het het meest corny idee was wat je kan bedenken. Omdat het meteen eigenlijk in mijn hoofd zat van dit is wat ik wil. En vaak denk je dan dat heel standaard is. Maar eigenlijk is dat het beste idee. Ja. En toen mocht ik langskomen, heb ik een x-aantal opdrachten gedaan. En daarin heb ik heel erg laten zien dat ik mijn muzieksmaak heel breed was. Ja. Maar mijn persoonlijke smaak is heel niche. Mijn persoonlijke smaak is heel... Ik denk dat als ik gedraaid had, dat ik ook heel veel vrouwen boos had gemaakt. En mannen. Omdat het gewoon heel erg, wat ik leuk vind, is niet per se wat de mainstream leuk vindt. Ja. Maar omdat ik dus natuurlijk ook muziek voor reclames had gedaan, had ik al best wel op de mainstream gefocust. Ja. En ik denk dat ze het wel verfrissend vonden om iemand te hebben die en de niche en de commerciële kant kon. Ja, ja, ja. Dus toen mocht ik als playlist-editor aan de slag. Heel tof. Uiteindelijk even sprong gemaakt. Dat heb je een tijd gedaan. En uiteindelijk ben je in Amerika gegaan en heb je in New York gewerkt. Ja. Wat heb je daar gedaan? Nou, bij Spotify had ik dus een x-aantal playlisten die bijna allemaal gebaseerd waren op data. En één playlist, en nog twee andere, maar één playlist die ik maakte, die was volledig op mijn eigen smaak gebaseerd. En die heette Mellow Bars. En dat was alleen maar... laidback hip-hop, basically. En dat waren een beetje zoals je vroeger inderdaad naar de Far Side zou luisteren of zo, maar dan de nieuwe generatie van backpack rappers of underground rappers, whoever je het wil noemen. Dus ik wou dat gewoon laten horen, ook aan de generatie waar ik vandaan kom, van hey, jongens, het bestaat nog steeds en het is nog steeds hard. En die playlist heeft het wereldwijd heel erg goed gedaan als een niche playlist. Dus ik kreeg berichten uit Toronto van barbershops, van black barbershops, van dat ze daarna luisteren. Dat vind ik natuurlijk dan heel tof als wit meisje uit Venlo. En dat, dat je ergens een koffieshop binnenloopt en dat ze draaien. Of dat je op Twitter allemaal gekke berichten ziet van thank you black Jesus for Mellow Bars. Of artiesten, weet je, een Khalid die nu een hele grote artiest is wereldwijd. Die is daarin gedebuteerd. Die stond nog niet in een andere playlist. Dus dat viel op in Amerika. Dat ik heel vroeg bij nieuwe artiesten was. En dat ik een oor had voor iets wat populair zou kunnen worden. Maar dat ik eigenlijk te vroeg daar altijd op was. Ja. Dus toen ze dat hoorden, toen dat opviel, toen boden ze mijn baan aan als A&R. Dus dan, wie bood je baan aan? Arista Records. Ja. Als A&R, dus inderdaad talent ontdekken, platendeals sluiten en zorgen dat het talent bij Arista terecht kwam. Nou ja, dat doe je dus door de deal te tekenen en dan ga je het ontwikkelen en het in de markt zetten. Ja. Ja. Droombaan, dus jij was ultiem gelukkig en wilde nooit meer weg daar, toch? Nou ja, ik was ultiem gelukkig toen die kans op mijn pad kwam. Ja. Want ik dacht, ben ik eindelijk dichter bij de creatie en eindelijk dichter bij de artiest. Ik heb fantastische artiesten getekend, zoals Audrey hier. Een Amerikaans meisje met de Koreaanse ouders die echt nu de hardste bangers uitbrengt en ik super trots ben. Maar het systeem van het major label was niks voor mij. Waarom niet? Dat is extreem corporate. Dus heel erg op het geld verdienen. Wat heel logisch is. Want daarom is het ook een major label. En is het ook een van de grootste. Ja. Alleen voor mij ging dat ten koste van waar ik in geloofde. En ik werd daar eigenlijk helemaal niet gelukkig in. En hoe langer ik daar was. En hoe meer ik ook met mensen aan het praten was. En dan vooral Amerikanen die heel erg geloven in... Je kan alles wat je bij je hoofd toezet en the sky is the limit. En niemand kan jou zeggen wat je wil. Ja. Kwam ik er steeds meer achter wat ik eigenlijk wou doen. En dat was schrijven. En toen ben je
na ongeveer een jaar, geloof ik, teruggekomen naar Nederland. Was het moeilijk om afscheid te nemen of was het de opluchting? Nou, Audrey, die ik net liet zien, dat was echt mijn baby. Ik schrijf ook nog brieven met haar. En toen ik haar moest vertellen dat ik wegging, want zij heeft ook echt getekend bij RS daarvoor mij, ging ik natuurlijk echt door een schuldgevoel dal van heb ik jou daar? En ik weet nog dat ik het haar verteld had van ik wil terug naar huis en ik wil het boek schrijven wat ik altijd al in mijn hoofd heb. En toen reageerde ze zo ontzettend lief. Toen zei ze, ik ben zo blij dat je eindelijk gaat delen wat je nu alleen met mij deelt. Wat je wat meer mensen kan gaan delen. En toen heb ik ook echt overgegeven daarna van een soort van alle emoties. Want daar zat ik nog het meeste mee. Alle zakelijke dingen, dat maakt me niet zoveel uit. Maar iemand geeft toch je hele, zijn hele vertrouwen aan jou en zijn creativiteit. En dan zeg jij opeens van, ik kan er niet meer. Ja. Dat vond ik heel lastig. En hoe was het om terug te zijn? Want ik kan me heel goed voorstellen dat je opeens moet afkicken van zo'n stad als New York, van de vibe die er is, van de omgeving, van de stress die je hebt. Waar ben je in Nederland terechtgekomen en hoe voelde dat? Nou, dat was fantastisch. Ja? Ja, dat was fantastisch. Ik moest sowieso in New York was inderdaad wel heel veel stress, maar dat was ook heel erg leuk. Ik woonde in de Lower East Side en ik had gelukkig echt al best wel veel vrienden gemaakt. En ik weet nog dat we een afscheidfeestje hadden. Ik had zo'n vide in mijn appartement. En vrienden van mij hadden speakers zes trappen omhoog getild. En alle artiesten die ik daar kende gingen ook optreden. Ze waren een paar optredens. En er werd gedraaid. En er stonden iets van 40 man in 30 vierkante meter of zo. Gewoon. En het was zo heet. Want zomer in New York is altijd heet. Dus mensen waren ook half naakt. Dat klinkt als een Brussels seksfeest. Maar dat is het niet. Dus het was ook wel echt fantastisch om daar te zijn en om afscheid te nemen. Maar toen ik terugkwam, toen had ik geen appartement. Want ik had mijn appartement hier in Nederland verhuurd. Dus ik sliep bij vrienden op de bank of ik was op huis aan het passen. En ik had geen Nederlandse telefoon, want mijn Nederlandse simkaart paste niet in de Amerikaanse telefoon. En ik had ik had mijn portemonnee verloren. Oh. Dus ik kwam in herfst in Nederland en ik had dus drie vrij essentiële dingen niet. En ik was zo ontzettend gelukkig. Waar was je gelukkig mee? Over? Ik had aandacht opeens. Ik had aandacht op het moment. Ik had aandacht op gewoon wat er om me heen gebeurde. En dat was niet meer de stress van het werk en de stress van het, het overleven en de hele tijd bezig zijn met wat er om je heen gebeurt. Maar dus de dingen die niet belangrijk waren. Maar ik kon gewoon letten op. Ik weet nog dat ik daar een gedicht over had geschreven. Over hoe de regen op het meer valt. En hoe eigenlijk niks anders toe, niks uitmaakt als je gewoon oplet op wat er gebeurt. Ja. We hebben een filmpje. Wat je vaak doet tijdens het schrijven, heb ik begrepen, is filmpjes van inktvissen. Ja. Dit waren nu geen inktvissen. Wat waren het? Dit was koraal, volgens mij. Koraal, laten we kijken hoe jij schrijft. Dus, heb je dit voor het beeld gedaan of is het echt zo dat je zo aan het schrijven bent? Ik heb op een gegeven moment, ik heb echt zo geschreven. Eigenlijk het hele beginproces heb ik zo geschreven. Dus de eerste paar maanden. En ik heb op een gegeven moment toen een paar keer opgenomen, omdat er wel eens vrienden bij mij thuis kwamen en die zeiden, ga je wel lekker? En toen dacht ik, dit is best wel grappig om te onthouden, dat ik eigenlijk in een soort van koorts met heel veel harde muziek en gewoon heel veel beeld de hele tijd zo'n sfeer creëren. Want voor mij, ik kom natuurlijk uit 10 jaar corporate wereld. Ja. Dus 10 jaar van 9 tot 5 op een kantoor zitten. En dan was het nog steeds een creatieve baan, maar het was wel gewoon naar de regels luisteren van je baas. En opeens dacht ik, en ik denk dat als mensen het idee van schrijven zien ze ook voor je, dat je dan achter een soort van serieuze typemachine met een pijp. Heel erg. Maar ik had echt zoiets van, dit is hoe ik het beste creëer. Als ik heel hard de muziek aan heb en een sfeer creëer waardoor ik alleen maar in creatie ben. Ja. Dus ik was echt een vibe voor mezelf aan het creëren. En zo functioneerde ik het best. Ik heb denk ik wel 60-70% op deze manier geschreven. En daar is het boek Anxiety uit voortgekomen. Ja. Gaan we zo denk ik nog over hebben. Maar eerst wil ik een intermezzo samen met jullie doen. Dat is namelijk de card deck. De card deck, daar zijn standaard vragen in opgenomen die willekeurig gesteld worden. En je hebt op het scherm zo dat ik 2 keuzes uit 2 verschillende kaarten. Om en om mogen jullie kiezen. En de vragen die daarop staan, die worden dan vervolgens aan jullie gesteld. Betekent dat ik als moderator de macht uit handen moet geven. En voor een control freak als ik ben, is dat best wel een lastige situatie. Dus laten we even de eerste 2 kaarten tevoorschijn halen en kijken wat daaruit komt. Oké, Wesley, ik begin met jou. Jij kan het zien op het scherm waarschijnlijk. Wil je voor mij de linker of de rechterkaart? Maar rechts. Rechts, de kaart waar ik nu naar wijs. Oké, mogen we kijken wat daarop de vraag is?
Met welke creative, levend of al overleden, zou je samen willen werken als dat kon? Ja, lastig om te zeggen. Ik denk op dit moment, maar het is echt een momentopname, omdat ik constant andere interesses heb. En om de zoveel jaar heb ik een ander ding waar ik in duik. En nu ben ik heel erg in Zuid-Afrikaanse elektronische muziek aan het duiken. En er is een producer die heet Kulo de Song. En de manier hoe hij zijn tracks een bepaalde rauwheid geeft, ik zou met hem in de studio willen zitten. Ja. En als je, en nou ja, dat is, hij is, leeft hij nog of niet meer? Ja, hij leeft. Oké, okay, en als kan iemand. Kan gebeuren, eerlijk gezegd. Maar nu een legendarische die dood is, waar we geen toegang meer tot hebben, maar waarvan je toch wel ultiem gelukkig zou worden om met diegene samen te werken. Alles, over de hele muziekgeschiedenis, je kan alles kiezen. Moeilijk, weet je, ik heb hier nooit over, op die manier over nagedacht, man. Maar, deze leeft ook eigenlijk nog, man. Questlove. Ja. De meenemer van de Roots, die ook DJ is, dit jaar zijn boek gelezen ook. Wat super inspirerend was, de manier hoe hij naar muziek kijkt en zijn filosofie achter hoe een DJ set in elkaar zit. Maar ook gewoon hoe hij betrokken was tegelijkertijd bij projecten van D'Angelo en Common en in die periode. Hoe hij dat beschrijft in het boek, ja, is insane, man. En ja. Behalve gewoon zijn output, maar ook gewoon zijn hele gedachtegang en hoe hij ziet dat het past in de Sign of the Times. En dat vind ik heel interessant. Ja, trek. Nieuwertje, heb jij nog iemand waarmee je samen zou willen werken? Ja, met Michaela Kroll. Zij is een schrijver en seriemaker. Zij heeft Chewing Gum gemaakt voor Netflix. En ze heeft net I May Destroy You voor HBO gemaakt. En I May Destroy You is een van de beste dingen die ik ooit heb gezien. Waarom? En zij heeft iets heel ergs meegemaakt in het schrijven van haar tweede serie. En dat heeft ze meteen verwerkt in haar serie op de meest zelfreflecterende manier die ik denk ooit gezien. Kan je zeggen wat ze heeft meegemaakt? Ja, ze heeft sexual assault meegemaakt. Oh, ja. En dat heeft ze. Die hele serie is daar een soort van. Een zoektocht naar wat er eigenlijk is gebeurd. Want daar heeft ze niet meer de feiten op een rijtje. En hoe ze daarmee omgaat. En ook gewoon die zelfreflectie die zij heeft. En die serie en de humor in zo'n zwaar onderwerp. Is echt zo bijzonder. Ik vind haar sowieso extreem bijzonder. Omdat zij ook. Zij heeft haar eerste serie ooit gemaakt omdat ze een gedicht had geschreven. Dat Chewing Gum heette. En toen is zij benaderd of ze een serie van wilde maken. En toen heeft ze gewoon gegoogeld. Hoe maak je een serie? En zo is zij. En daar, ik hou van dat soort mensen. Die gewoon echt denken van. Niet denken van dat kan ik niet. Denken van nee, het is Google. En ik kan gewoon alles. Hoe autobiografisch is jouw eigen werk? De grote verhaallijn. Het grote verhaallijn qua romantiek en dergelijke is niet echt gebeurd. Maar het. Eigenlijk bijna alle anekdotes die erin staan, zijn wel echt gebeurd. Mm. Ja, in zekere zin. Mooi. Dankjewel. Deze volgende, hier is de cover van je boek, Anxiety, waar we het over hebben. Maar uiteindelijk wil ik weer even terug naar de card deck. Want de overgebleven kaart is voor jou. Mm-hmm. Laten we kijken wat daarop staat. Die. Yes. Die kaart. Heb je ooit getwijfeld aan je talent? Ja, tuurlijk. Ja? Zeker. Ook omdat ik natuurlijk een hele switch heb gemaakt op mijn 30ste. Ik heb nooit literatuur gestudeerd. Ik heb nooit. Ik ben gepubliceerd geweest op websites, maar niet, weet je wel, in de krant of zo. Of, Je hebt geschreven voor Hard Hoofd onder andere. Ja, Hard Hoofd en SSBA Salon en wat muziekdingen. Voelde je toen een schrijver? Nee. Voel je je nu een schrijver? Weet ik niet. Ik heb een boek geschreven. Het staat op je naamkaartje, auteur, dus dan is het waar. Ja, ik zou heel graag meer willen schrijven, zeker. Mm. Alleen, het is een identiteit. En ik geloof niet per se in iets dat identiteit iets vast is. Mm. Ik denk dat ik bedoel nu. Vandaag heb ik een podcast gemaakt en morgen geef ik les. En dan ben je een podcastmaker en een docent. Dus dan ben je meer dingen. We hebben het met Wesley gehad over ondernemerschap. Hoe ziet jouw ondernemerschap eruit? Zoals je zei, je kwam uit die corporate wereld. Nu heb je daar afscheid van genomen en ben je zelfstandig. Ja. Maar wat is jouw bedrijfstak of bedrijfsvorm? Ja, ik ben dus, het probleem is, ik ben dus niet zo money savvy of zo. daarin was het wel fijn om. Om bij een baas te werken die dat wel is. Want dan moet je alleen maar contract onderhandelen, dan ben je oké. Okay. Mm-hmm. Maar voor mezelf
ik zat te denken aan mijn eerste stappen van ondernemerschap. En dat was ook toen ik 18 was. Toen had ik met vriendinnen een blog begonnen waar we over muziek en uitgaan en kunst en dergelijke schreven. En toen gingen we ook feestjes organiseren en dergelijke. Maar ik denk echt dat ik daar nooit geld aan heb verdiend. Dus dan heb ik ergens iets verkeerd gedaan. Maar nu is het de kwestie van... mensen bieden me iets aan en dan zeg ik ja of nee. En er wordt genoeg aangeboden in ieder geval om je hoofd boven water te houden. Zelfs tijdens deze crisis. Nou, het zijn twee dingen. Ik woon anti-kraak, dus ik heb heel weinig kosten. Dus dat is heel fijn. We kunnen absoluut helemaal niks doen. Dus ik heb ook heel weinig kosten qua leven. Mm-hmm. En ik heb wel wat gespaard van de tijd dat ik wel geld verdiende in de corporate wereld. Maar zo'n stap terug, hè? Het moment dat je in New York in je appartement dan in de Lower East Side woont. Daar hier terug in Amstelveen, als ik me niet vergis. Ja. Waarbij je heel beperkt moet omgaan met de financiële mogelijkheden die je hebt. Was dat een offer dat je moest brengen? Of niet? Nee, dat voelde absoluut niet als een offer. Ik heb periodes in mijn leven gehad waardoor ik door bepaalde situaties maar iets van 5 of 10 euro per dag uit te geven had. En ik kan me die nog steeds herinneren als de gelukkigste dagen in mijn leven. En de dagen dat ik... geld verdienen wat ik nooit had gedacht dat ik ooit zou verdienen, was ik doodongelukkig. Dus ik heb dat altijd heel erg op mijn rijtje gehad voor mezelf. Dat eigenlijk heel weinig mee te maken heeft. Natuurlijk heb je geld nodig om te overleven en om jezelf in te dekken mocht er iets gebeuren. Maar ik heb het gewoon heel makkelijk. Ik heb geen kinderen en ik heb geen lasten die heel zwaar zijn. Dus. Ja. Dankjewel. Wesley, heb jij ooit getwijfeld aan je talent? Ja, tuurlijk, man. Ik twijfel nu eraan eigenlijk. Maar, ja, waarom? Ik ben nu bezig mezelf te ontwikkelen als producer en zelf muziek te schrijven. Dat is weer een heel ander vak, dus daar ben ik super, gewoon een beginner in. Maar ook als DJ zijn, er zijn gewoon momenten dat je misschien op een plek komt dat je de crowd niet goed aanvoelt of de energie in de kamer niet goed aanvoelt. Dat je dat gaat twijfelen en dan kom je een soort van spiraal terecht. Dit was niet zo'n avond. Ja, precies. Ja. Dat gebeurt wel eens. Of gewoon dat je in een soort van sleur terugkomt. En dat je, waar heel veel van je verwacht, dat je vaak hetzelfde doet. En dat je eruit wil stappen en iets anders wil doen. Maar dat die onzekerheid je misschien net iets te lang vasthoudt in die sleur. Als je zeker genoeg bent van hetgene wat je kan, dan stap je er zo uit. Ja. Maar er zijn momenten dat ik aan twijfel, ja. Want wat geeft jou de bevestiging dat je inderdaad goed bent in wat je doet? Verschillende dingen, man. Het kan zijn dat het een mixtape is die ik heb gemaakt 1 jaar geleden en ik zet hem op een huisfeestje of tijdens een chilling aan en ik denk van, hé, dit zit echt goed in elkaar, over mijn eigen shit. Mm. Kijk, als je in een club draait, dat is het leuke wat ik wel echt mis van de club nu, het is die instant feedback. Yeah. Het is ter plekke, krijg je direct die energie en dat voelt heen en weer en dat is gewoon niet te vervangen. Yeah. Dus dat is in a way ook een bevestiging, al moet ik wel zeggen dat die bevestiging aan de clubs me steeds minder doet. Want het is een trucje dat als je het eenmaal kent, kan je het wel elke keer toepassen. Mm-hmm. Vooral in Nederland en als je primetime draait. Mensen hebben niet hoge verwachtingen over waarmee je komt qua selectie. Daar is gewoon de shit die ze kennen en het is ook goed. We zien hier achter ons in actie. Als ik iets draai wat nog niet zo bekend is en ik zie gewoon blauwe scherpjes in de lucht met mensen die samen zijn, dat doet mij echt goed. Ja, ja. Kijk, als we het hebben over de muziekindustrie, jullie hebben eigenlijk allebei die verandering in de muziekindustrie meegemaakt. Waarbij je inderdaad van de deals naar de streams gaat. Waarbij streams, data en exposure heel erg van belang zijn. In deze tijd, hoe meet je succes af? Is dat inderdaad het bereiken van de allermeeste streams? Is het het bereiken van de media? Wat is succes in deze tijd binnen de muziekindustrie? Ik denk dat het voor elk individu anders is. En sommige mensen zullen heel blij worden van streams en dat kan heel leuk zijn. Sommigen worden heel blij als het muzieklandschap of de richting waarop muziek zich ontwikkelt een andere kant hebben weten op te sturen. Dat kan voor iedereen wat anders zijn. Maar jij bent nu als producer actief. Wanneer denk jij voor je eigen gevoel dat je succesvol bent? Als producer zijn het als ik mijn eigen tracks op een manier kan plaatsen in context met andere muziek die bewonderen. En het iets toevoegt. En in welke context, muzikale context denk je dan aan? Ik ben nu als producer bezig met elektronische muziek. Dat trekt me de vrijheid die dat geeft. En waar ik het net over heb gehad, hoe zeg maar bepaalde evenementen, vooral de hip-hop, heel erg hitgebonden zijn. En het moet een soort van feest van herkenning zijn met af en toe je eigen dingen tussenin. In house is en van elektronische muziek is dat een heel ander verhaal. En die vrijheid die dat biedt en de manier hoe je daar op je eigen identiteit kan vormen, dat spreekt me heel erg aan. Volgens mij is er ook een gedeelte uit het boek van jou, Dimitri, waar je het hebt over
het plaatsen van je eigen tracks tussen wat het algoritme zegt dat je moet plaatsen, basically. Mm-hmm. En op een gegeven moment gaat afvragen van, hey, waarom doe ik dit eigenlijk? Ben ik niet door de keel aan het rammen bij mensen wat ze eigenlijk niet willen horen? En er is een publiek wat daar wel op zit te wachten. Mm-hmm. Ik wil graag op een manier ervoor zorgen dat het publiek wordt wat weet dat ze bij mij terecht kunnen om verrast te worden de dingen die ze hoogstwaarschijnlijk wel tof gaan vinden. Ja. Hoe sta je tegenover die algoritmes? Ik bedoel, het zijn altijd formats geweest bij radiostations waarbij je moest houden aan bepaalde onderdelen. Terwijl nu dat gevoede door algoritmes om mensen te geven wat ze willen of misschien te stimuleren dat mensen iets anders krijgen dan ze verwacht hadden. Hoe sta je tegenover die algoritmes? Heb je het dan echt over algoritme-playlists op Spotify? Bijvoorbeeld, of? Ja. Oké, want er zijn wel echt twee verschillende dingen. Er zijn algoritme-playlists op Spotify die eigenlijk heel erg goed zijn in jouw muziek geven die jij nog helemaal niet kent. Mm-hmm. Die heel goed zijn in het aanvoelen van wat jij tof vindt. En ook zien dat jij nog nooit naar die artiest hebt geluisterd en daardoor je nieuwe artiest te introduceren. Dus daar ben ik eigenlijk heel erg enthousiast over. Mm-hmm. Maar ik denk misschien dat jij waar jij meer op naartoe leunt, is dat data speelt in de playlisten, de editorial playlisten. Ja, ja. Ja. Ja, dat zijn dus geen algoritmes als data waar een editor op participeert. En dat, dat is een kwestie van het mooie is, bij de radio vroeger had je bepaalde panelsachtige situaties waarin de mensen bij de radiostation konden testen of het publiek dit ook echt mooie goede muziek vond, of dat ze dit graag wilden horen. En maar dat was niet per se heel erg betrouwbaar of heel erg waterdicht. En nu is het waterdicht, want dit vinden mensen tof. Er is dus vandaag uitgekomen dat Snelle de meest geluisterde artiest is in Nederland. Mm. En als de bedoeling is van je playlist, namelijk de mensen geven wat ze willen horen, mm-hmm. dan heb je meer dan ooit tevoren de juiste data, mm-hmm. en kun je ze precies geven wat ze willen. Nee. En dan is het gewoon democratie. Maar als jouw bedoeling is om playlists te maken die mensen introduceert aan nieuwe dingen, zoals bijvoorbeeld een Pollen op Spotify of een Oyster, dan is het een heel ander soort playlist. En dan kun je dat naast elkaar laten leven. Ja, dus die twee helften die je zegt, dus de mensen geven wat ze willen, gebaseerd op data-analyse. Mm-hmm. En de lijsten waarbij ze met nieuwe artiesten kennis maken, is die in balans? Dat vraag ik me af. Ja, je moet ze alleen gewoon vinden. Ja, want het is lastig om uit je eigen bubbel te breken. Nee, dat is dus, kijk, dat is misschien wel zo bij die algoritme-playlist. Als jij inderdaad alleen maar naar Britney Spears luistert, dan krijg je Christina Aguilera en Mandy Moore. maar als jij dan eens een keer naar een Spotify-playlist luistert en je luistert naar Rap Caviar, dan ga je de volgende keer ook Da Baby erin krijgen. Ja. Maar dus daar zijn eigenlijk die editorial-playlisten heel erg handig voor. Het is alleen zo dat dat er niet per se, in mijn opinie, maar dat is mijn persoonlijke smaak, en die is statistisch gezien veel minder vaak voorkomend dan de mensen die de grote commerciële playlisten willen hebben. Mm. Zullen er nog wel meer playlisten kunnen zijn waar de nieuwe independent creatieve artiesten in kunnen zijn. Ja. En wat ik deed in mijn baan is, ik probeerde die in de grotere playlisten te zetten, zodat het grotere publiek ook geïntroduceerd werd aan de nieuwere artiesten. Maar werkte dat? Soms. Hmm. Soms zijn Khalid is dat bijvoorbeeld bij gelukt. En soms werkte dat helemaal niet. Ja. Wesley, je maakt mixtapes. Is een Spotify playlist, kan dat hetzelfde gevoel geven als een mixtape? In mijn optiek niet, maar ik heb inmiddels al toegegeven dat dat gewoon een moderne mixtape is voor nu. En wat is het verschil tussen die twee? Nou, heel wat. Zeg maar, in ieder geval de technische kunst, de sounds die de DJ toevoegt, muzikaal door een lijn in te brengen, door het te laten flowen, door eigen snippets uit films of docu's of wat dan ook erin te gooien, dat is allemaal weg. Het is gewoon een playlist van tracks. En natuurlijk kan je nog steeds zorgen voor een flow dat het een soort van verloop heeft. Maar... En dan drukt men op shuffle. Snap je? Ik heb in mijn playlist nu ook boven staan, do not shuffle. maar is shuffle echt killing voor een samenstelling van de playlist? Wel, omdat je die flow doorbreekt. Ja. Ja, als je nadenkt over gewoon wanneer het op aanzet, of het nou een diner is of vrienden die komen chillen of wat dan ook, dan wil je niet gelijk beginnen op het hoogste tempo en distorted 808, et cetera. Dat is niet echt een chille vibe om binnen te komen. Ja. Ik weet, ik geloof wel dat je een verloop bouwt in
in de muziek, hoe dat doorstroomt. En dat, ja, als je daar energie in steekt. Maar luister jij als een vrienden bij jou komen eten naar een mixtape? Ja, ik heb een luisteraar. Ik, mixtape is voor mij echt iets privés. Ja? Ja, ik luister wel, want je weet ook niet hoe die avond gaat verlopen. Dus als je dan opeens inderdaad, als er een soort van knaleinde is in die mixtape, dan is het ook misschien gek voor de mensen die er zitten. Die er uitgeteld op de bank na het eten. Ja. Maar iedereen is ook wel verbaasd genoeg om te zeggen, the fuck is dit man? En dan gaat er wat anders op. maar ja, een mixtape is inderdaad iets compleet anders. Mm. Ik vind het ook heel leuk om mixtapes te maken met inderdaad, bij mij doe ik dan met gedichten er doorheen of met inderdaad snippets van films of ja, andere dichters die ik vet vind. Mm. Dus ik vind dat ook iets. Ik hou ook heel erg veel van naar mixtapes luisteren. Ja, ja. Waar kunnen we jouw mixtapes vinden? Op Mixcloud. Heel goed. Oh nee, Soundcloud staan ze. Soundcloud. Nee, al mijn oude Radio Patapoe radioshows staan nog op Mixcloud. Oh, die zijn ook nog terug te vinden. Ja. Ja, jullie hebben allebei je hart verloren aan die muziekindustrie. En hebben jullie zelf ook weer heruitgevonden of teruggevonden in sommige gevallen. Maar wat waren voor jullie de grootste afleidingen of de grootste afknappers of verstoringen tijdens dat werkzame leven in die muziekindustrie? Ik ben wel benieuwd wat jij zegt, Wesley. Sorry. Afleiders. Ik denk in de periode dat Jamrock heel groot was en dat ik helemaal diep in die cultuur zat en dat leefde eigenlijk. Dat ik in een wereld terecht kwam waar ik mezelf best wel aan het kwijtraken was. Als in dancehall en reggae is, hoe ze dit ermee kan noemen, poor people music. It's ghetto music. En in a way, kwam ik in een wereld terecht waar ik zelf als jochie uit Diemen die zijn soulseek mapjes helemaal net geordend had op zijn computer en op zoek was naar rhythms uit Jamaica, zou niet zo snel met allemaal soorten gangs en drugsdealers in een ruimte zitten en mee moeten dealen op een gegeven moment ook. Mm. En ja, het was lastig. Ik bedoel, op een gegeven moment, ik was begin 20 jaar, dus je probeert een soort van in mee te gaan en ook te zorgen dat ze denken dat je ook zoals hun bent, respect over dingen waar ze natuurlijk dwars doorheen zien, wanneer dat niet het geval is. Maar op een gegeven moment kwam ik terecht in een situatie waar we een van de grootste dansartiesten uit Jamaica hadden geboekt, mijn vader. En die guy met wie ik dat had gedaan, die heeft me in de steek gelaten. Dus ik had al die hele risico's aan mijzelf. Mijn vader was het jaar ervoor niet komen opdagen voor een show in Nederland voor een groep drugsdealers. En die dealers waren boos en die zouden hem op Jamrock komen pakken. Tenzij ik zou zorgen voor een bepaalde gang die security zou regelen. Allemaal van dat soort zaken. Mm. En vervolgens gewoon word ik afgeperst door hun omdat ze vanaf dan een vaste security team voor Jamrock zouden zijn, een soort van mafia shit, ja. Dat gaf me echt wel een soort van bittere nasmaak en heb ik ook een tijdje echt overwogen om ermee te stoppen helemaal. Hoe ben je daar uitgekomen? Een vriend van me die kapper was, die ook Jamaican was, die kende hem en we hebben gezeten en gesproken en uiteindelijk, ja, ze stonden altijd op de gastenlijst en sommige chillen daar staan steeds op de gastenlijst. Maar uiteindelijk is het gewoon afgehandeld. Dat was vlak na deze tijd wat je hier ziet. Dus je moet denken, Jamrock was toen ook groot. We trokken 3000 mensen met gewoon een paar DJ's uit Amsterdam. Het was amazing, maar het bracht ook dingen met zich mee die gewoon wat gevaarlijker waren. En waar ik me echt niet chill voelde en gewoon mezelf kwijt aan het raken was. Ik hoor een roman hierin. Ja. Dat zeggen sommige mensen ook inderdaad. Dat is een spannend verhaal dit, man. Wat was voor jou de grootste afknapper, afleider? Ik denk best wel veel dingen. Ik denk gewoon elke keer wanneer ik met de neus op de feiten werd gedrukt, dat heel veel mensen in de muziekindustrie zitten om geld te verdienen en niet voor dezelfde obsessie met muziek die bijvoorbeeld Wesley en ik hebben. Mm. Dat je eigenlijk alleen, ik denk dat wij ook alle twee uit een tijd komen dat inderdaad dat er bijna geen geld te verdienen was met muziek. Dus dat je het echt alleen deed omdat je het hard vond en niet omdat je rijk wilde worden. En ik denk dat er nu best wel veel mensen zijn, omdat er weer zoveel geld te verdienen is, die daar andere ideeën bij hebben. Mm. Dus ik denk die momenten. Ja. Ja. Ik vind het nog een beetje braaf. Ja? Ja. Ja, ik heb niet zo'n wild verhaal over afpersen en dergelijke. Ik heb wel andere wilde verhalen van deze in de Ja, er zitten wilde verhalen in Anxiety. Ja. Maar daar moet ik met zijn boek voor lezen. Nee, ja, ik heb situaties gehad waar ik bedreigd ben. En ik heb ook situaties gehad waar
waar extreem, niet bij mij, maar waar mensen met wie ik werkte in een hele onveilige situatie terechtkomen. Jonge vrouwen en mannen van 3 keer hun leeftijd die zeiden van stel je niet aan, dit hoort erbij. Is dat veranderd in de afgelopen jaren? Nee, dat is een jaar geleden. Oh jezus, ja. Dit is de situatie waar we nu nog steeds in leven. Nee, en MeToo en die hele... Daar hebben ze compleet scheid aan. De muziekindustrie heeft daar compleet scheid aan. Ja, ja. Dus dat is niet dat... Dat is, daar word je soms over verdrietig van, ja. Heb je alle banden doorgesneden met je oude leven, bij wijze van spreken? Of zeker niet, nee. Nee, ik geef dus les op de Herman Brood Academie. Ik help artiesten met creatieve sessies, waar ik ze help bij het releasen van muziek, of in ieder geval de strategie daaromheen. En het plan sowieso wat je hebt als creatieveling en hoe je dat wil uitzetten. Ik maak podcasts met FunX en ik ben nu bezig met een podcast aan het ontwikkelen die Auksvaart gaat heten, die de 3 nummers zijn die jij op je uitvaart zou willen horen. Ah, ja. Dus ik ben... Hè? Nee, vet, dat denk ik namelijk ook over na. Ik heb al een paar. Ja, goed zo. Welk nummer is het allerbelangrijkste die je in ieder geval op je uitvaart wil horen, Wesley? Black Motion, Prayer for Rain. Het leven moet gevierd worden. En waarom? Omdat het leven gevierd moet worden. Ja, man. Oké, okay. Maar dat kunnen mensen dus invullen? En... Nee, ik ga dus echt met allerlei soorten mensen dat gesprek aan. En dan gaan we het eigenlijk vooral hebben over de momenten dat die nummers ook een impact op je hebben gehad. Want vaak heeft het wel te maken met iets wat je in je leven hebt meegemaakt en waarom dat nummer zoveel impact heeft gehad. Top. En het hebben over het leven en de dood. Mooi. Ja. Heel mooi. Dus ik ben wel nog heel veel met muziek bezig, ja. Laten we even kijken, de tijd zit er bijna op, maar laten we even kijken of we nog 1 kaart uit het kaartdek kunnen halen. En... jij mag als eerste kiezen. Welke van de 2? De rechter van ons. Er wordt flink geschud. Dit stond ook niet zo in het scenario. Dus ik ben aan het improviseren. Dus we gaan even kijken of het lukt om een kaart tevoorschijn te toveren. We zijn nu nog snel aan het typen. Ja. Er wordt ondertussen flink met de kaarten geschud. Maar nog een andere vraag tussendoor. Noem je jezelf een maker? Noem je jezelf een creative? Ja, ik vind het wel een beetje zelden. Ik denk sowieso dat mensen van zichzelf... dat iedereen scheppend is. Mm-hmm. Denk je dat? Ja, zeker ook, weten. Ook de boekhouder op kantoor? Ja, tuurlijk. Waarom? Ja, zeker. Omdat... op een bepaalde manier hoe je je leven inricht en keuzes die je maakt, heeft al een creatieve inslag. Ook al is die zo, als het een boekhouder is, die bijvoorbeeld heel erg tussen de lijntjes kleurt. Ja, of ook tussen de lijntjes kleurt bijvoorbeeld. Ja. Dan is dat ook een manier van je leven creëren. Ja. Ik denk alleen dat heel weinig mensen zichzelf zo zien. Maar ik denk dat iedereen dat in zich heeft. Sterker nog, ik zou willen dat iedereen dat ook uit zichzelf haalt. Want ja. Je zou denken dat er dan heel veel slechte kunst gemaakt zou worden. Maar ik denk juist dat als meer mensen creatieve manieren gaan vinden om zichzelf te uiten, dat we dan ten eerste allemaal gelukkige mensen worden. Mm. En ten tweede dat we best wel versteld zullen staan van wat eruit zou komen. Want oudere mensen die pas later hun creatieve roeping vinden, mm-hmm. die hebben al vaak al zoveel meegemaakt in hun leven. Of al zo erg door wat ze wel en niet willen. Mm-hmm. Dat er misschien wel betere kunst uitkomt dan weer de 18-jarige die al zijn hele leven, zijn hele jeugd piano heeft gespeeld. En dan de noodzaak groter is misschien. Ja, als het feit dat Wesley nu aan het produceren is, daar ben ik super enthousiast over. Ja. Wesley, wat voor type creative maker ben jij? Ten eerste amen op alles wat je net zei, die wordt echt dood. Daar moet ik denken aan Herbie Hancock, die volgens mij is bij Berkeley een lezing heeft gedaan en eigenlijk dit ook vertelde. En dat het leven het grootste, de biggest creative endeavor is die we ooit zullen hebben. Hoe ik tegen mezelf kijk als creative, ik moet zeggen dat ik dat lang niet heb gedaan, maar het is ook een beetje een soort van hoe ik ben opgevoed, als in het onzeker beroep door mijn ouders, en we waren best wel rigide in de opvoeding wat dat betreft. Dus DJ's zijn is wel een soort van shadow creative in a way, want ik creëer mijn kunst uit de kunst van andere mensen. Mm-hmm. Dat voelde dan als een soort van, ja, ik vond het heel moeilijk om mezelf wel heel erg te zien. Tot een paar jaar geleden dat ik wat boeken ben gaan lezen over creativiteit. En heb je die Artist's Way gelezen? Ja man, die heb ik helemaal. Ik snap heb je. Daarom zei je ook. The Artist's Way is van Julia Cameron. En zij heeft inderdaad over shadow creatives. En bijna alle mensen die werken met creatieve mensen, maar zelf niet creëren,
zeggen ze, zijn eigenlijk shadow creatives die diep van binnen zouden moeten gaan creëren. Die uiteindelijk de stap moeten gaan zetten om zelf inderdaad aan de slag te gaan. En iedereen die hierover twijfelt, moet The Artist's Way van Julia Cameron lezen. Dat is wel een van mijn life-changing books geweest die ik heb gelezen. Maar nu zie je jezelf wel als creative. Ja, zeker. En ik zie ook de evenementen die ik organiseer als een creatieve uiting van hoe ik dingen graag voor me zie. Mixtapes ook. En ik ben nu gewoon dat naar een ander, op een andere manier aan het uiten door mezelf ook door te beginnen te produceren. Ja. En produceren in hip-hop heeft me heel lang niet getrokken, omdat ik in het algemeen DJ's in hip-hop die muziek produceren, is vaak heel erg formule muziek. Is gewoon die artiest, die producer, dat hoekje en boom, let's go. Mm. En dat trok me nooit heel erg. Dat hebben ze mij niet voor nodig, heb ik altijd wel het gevoel. Mm. En in elektronische muziek is het een ander verhaal. In elektronische muziek, als je dat op de juiste manier inricht, kan het een hele directe vertaling zijn van de emoties die je voelt via machines naar mensen. En om dat daar te komen, dat lijkt me echt heel dope. Ja, goed. We gaan even kijken of die kaarten inmiddels geschud zijn en of er nog een vraag eruit kan voortkomen. Spanning stijgt. Ja, hier. Waar maakt hij je kwaad of druk over? Ik heb die niet gekozen, die is van Wesley. Uiteindelijk moet je dus allebei beantwoorden. Wesley, heel snel, waar maak jij je kwaad of druk over? Als elektronische apparatuur niet meewerkt. Zoals de servers. Oké, en nog misschien iets groters, iets emotioneels, iets in de wereld of iets in je persoonlijke leven? Nee, niet heel veel. Ik kon me vroeger druk maken als omdat ik het gevoel had dat ik niet behoorde tot een groep mensen of wat dan ook. En daar maak ik me tegenwoordig ook niet meer druk over. Ik weet niet, ik heb niet zo heel veel op dit moment eigenlijk waar ik me kwaad of druk over maak. Nee. Mm-hmm. Nee, dat is wel chill. Dit is toch ook aan jou. Het feit dat Jeff Bezos nog steeds niet ervoor heeft gekozen om wereldhonger op te lossen. Ongelijkheid, daar kan ik heel, heel kwaad om worden altijd. Dat wordt in de afgelopen jaren lijkt het alsof dat in ieder geval in Amsterdam, maar wereldwijd alleen maar vergroot wordt. De rijken worden rijker, armen blijven arm. En is daar, kan je als creative daar een steentje aan bijdragen, denk je? Ja, nou, je kan als consument daar een steentje aan bijdragen door ten eerste zoveel mogelijk independent artiesten te luisteren en independent artiesten te supporten, levende artiesten te supporten, die dus ook nog rond moeten komen van hun werk. En ik bijvoorbeeld ben heel gefrustreerd over het feit dat ik dus naar mijn top 5 artiesten luister op Spotify en daar maar 1 vrouw tussen zie staan. Dus daar, ik kan niet de hele tijd het hebben over dat daar die ongelijkheid in is en dat ik er zelf ook aan meedoe. Dus ik probeer daar wel bewust mee bezig te zijn. Ja. En als maker, ik bedoel, iedereen, ik denk dat je dat niet moet forceren. Als er iets, denk ik wel, tenenkrommend is als je daar heel erg geforceerd mee omgaat. Ik denk dat je schrijft over waar je mee bezighoudt. En ik hoop dat ik dat in Anxiety heb gedaan. De dingen die ik aansnij, dat zijn ook de dingen waar ik mee bezighoud. Ja. De tijd zit er alweer bijna op. Wesley, wanneer kunnen we de eerstvolgende vruchten van je noeste arbeid tegemoet zien? Dat heb ik geen flauw idee, maar ergens volgend jaar hoop ik wel iets te doen, maar ik heb geen, ik wil dat ook niet, ik wil me nou niet aan committen of zo. Ik ben er echt mee begonnen gewoon voor mezelf, omdat ik er plezier uit haal en het iets anders is naast wat ik, waar ik mijn brood mee verdien als DJ zijn. Het is een andere manier van mijn muziek bezig zijn. En ja, het zou mooi zijn om ooit wat te releasen, maar dat is niet eens per se te doen, man. Ik geniet er op dit moment gewoon van. Je geniet van het maakproces in ieder geval. Ja man, echt, ik kan me helemaal verliezen. Stel nou dat je Wesley moest adviseren, of wat je zegt net, je helpt artiesten bij hun muziekstrategie over het releasen. Wat zou je hem adviseren? Het is een nieuwe weg, die elektronische muziek. Associëren we nog niet gelijk met hem. Wat zou je hem adviseren? Ten eerste inderdaad heel erg geniet van het maakproces, want dat is het allerleukste wat er is. Alles wat erna komt is. Maar ik denk dat je, de grootste wat ik nou aan Wesley zou, is eerst zoveel mogelijk maken en dan terugkijken en kijken waar je eigenlijk welke richting je op wil en wat je wanneer wil releasen. Wat heel veel artiesten doen, vooral als ze beginnen, is dat ze dan eindelijk die track hebben die ze tof genoeg vinden om uit te brengen en dat meteen uitbrengen en dan daarna niks hebben. Dus daarna niet nog een follow-up hebben. En dat als je mensen geïnteresseerd wil houden in je, dan kun je het beste dat een beetje opsparen en consequent blijven releasen. Dus dat is de grootste. En dat voor de rest moet ik het horen. Ik zou niet zeggen, ga altijd per se met een andere DJ naam. Want ik vind het juist ook wel vet als mensen hier op het verkeerde been zetten opeens. Ik hou daar altijd wel van. Goed. En jouw eerstvolgende roman, wanneer kunnen we die verwachten? Dat weet ik niet. Vond je het leuk genoeg om het nog een keer te doen?
Zeker. Ik vond dat het allerleukste wat er is. Ik vond schrijven, ik was op mijn allergelukkigst. Dit is trouwens Brian, die is het boek nu in aan het spreken. En die heeft ook de tracks die ik heb gemaakt voor het boek. Ja, maar daar hebben we het nog niet eens over gehad. Die heeft speciaal tracks laten maken voor... Nou, ik heb ze zelf geschreven. Mijn vriend heeft ze geproduceerd. En Brez heeft ze ingerapt. Ja. En daar staat heel mooi Wu-Tang. Maar... ja, die horen dus ook bij de boek. Ik heb wel al een idee voor 2 andere boeken. Dus dat is een kwestie van het ook gaan doen. Alleen, er komt misschien een staartje en anxiety. Er komt misschien een 2.0-achtig iets. Dus daar... Nee, niet zo. Ik kan er niks over zeggen. Is het een film? Is het een serie? Is het een podcast? Wat is het iets? Ik kan er niks over zeggen. Maar als het gaat gebeuren, dan ben ik daar wel druk mee. Dus. En dan moet je hier naartoe komen om erover te vertellen. Ja, zeker. Die nummers kan je op Spotify onder de naam Strijder terugvinden. Ja. Heel goed. En dan dank ik jullie hartelijk voor jullie verhalen. En de tijd is echt voorbij gevlogen. Het zit er alweer op voor vandaag. Dit was de 10e editie van... Uncovering Creatives. Mocht je nog meer creatives willen zien, hou dan de serie in de gaten. Je kan de uitzending ook terugkijken op de website van Pakhuis De Zwijger, www.dezwijger.nl. En daar kan je, als je wil, ook een donatie achterlaten die rechtstreeks ten goede komt aan de programma's in deze ingewikkelde tijden. Dat is dan www.dezwijger.nl/p. Ook daar op de site staat de agenda. Dus mocht je meer programma's willen zien, er zijn ontzettend veel livecasts. Zorg even dat je kijkt op de pagina in de agenda om te zien waar je wat kan zien. Dank nogmaals voor het kijken. Dank aan de gasten. Dank voor het delen van jullie ervaringen en de verhalen. En ik hoop jullie bij de volgende editie weer te zien. Tot ziens. Thank you.